De seks op de eerste date verpest alles. Nagenoeg 100% kans dat het mislukt. Ik voelde me een seksueel vrije vrouw en alles. En ik, en ik besefte mij, ik heb echt ook gefaciliteerd. Dat heeft niks met heiligheid te maken, dat heeft met pornografische fixatie te maken. Hmm. Wat we natuurlijk in deze tijd doen is... van sluier 1 naar sluier 6. Of sluier 6, ja. Want we, 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 dus, sluier, dus, seks, ja sluier 6 is penetratie. Zeg ik dan, ik wil de dus zeven sluiers doen? Ja, dat, ik... dat spreek je uit. Echt, als een man denkt, dit is er. Dan wacht hij. Want een man is anders opgevoed... maar in diepte wil een man ook zich hechten aan een vrouw. Mensen zijn niet veilig. En veiligheid heeft alles te maken met... Uh, het het kunnen begrenzen van je, van je hormonen, van je seksualiteit. Dus, dus dit je draagt zeven we... jaar lang de informatie en DNA mee... van de mannen met wie je gemeenschap hebt gehad. Dus als een man dat zegt, kun je je afvragen...